The Eagle was... We gotta do... Wait. Is that the Eagle? The whale? We gaan naar Australië. Luister dan. En we gaan ook nog eens bij onze goede vriendin Bendy. Passeren. Een kleine snack na nieuwjaar. Onze katerfood. Kater? Ja, geen kater, maar ik bedoel gewoon, ja. Normaal? Ja. Kater, wil je geen kater? Nee, maar ik heb wel honger. De lange heeft gemorst. Jan zijn koek. Was er nog in? Dat is nog een beetje niet. Allee jong. Ik dacht dat je dat gezien had, dat er een potje onder zat. Allee jong. Nee, dat is verkeerd. Jammer dat ik dat niet gefilmd heb. Dat hier is gewoon omgekeerd op mij geland. Maar ja, ik heb een klein beetje, maar het valt echt nog goed mee. Holy die mannetjes. Ik heb mij goed doen verschieten. We beginnen goed aan onze reis. Als je ingecheckt in Sky Priority, kun je het lezen? Ze kunnen het wel lezen. Het is teupen dat dat hier een beetje meevalt op die wegen. Wat ga jij doen? De krant pakken of zo? Jij kunt Chinees lezen. Ik weet niet. Ze zal mij direct zeggen waar ik naartoe moet. Hallo. Oké, thank you. Was hij aangekomen in Taipei? Taiwan. Ja. Zijn de vlieger nog niet over twee Chinezen vragen we een foto? Gekke Chinezen. We zijn vriendelijk. Hallo. Zo goed mogelijk gemaft op de vlieger, maar dat was niet. Ja, 13 euro zegt hij. 13 euro zegt hij, keiling. Op zo'n Chinees vliegtuig, ik had echt geen plaats van een been. Oh my god. Het was precies echt kleiner dan normaal. Ja, het was... Nu gaan we de Skytrain pakken naar een andere terminal. En dan moeten we 18 uur wachten op onze volgende vlieger. Niks aan te doen. Dat is doozy. Ongelooflijk. Maar die zit goed vol. Die is goed klein. Die moeten allemaal afstappen. Hè. Hoppakee. We gaan ons kunnen bezighouden vandaag. De lengte is aan het Formule 1. Wat een peekje. Ik ga geen ander spelletje spelen, Lange. Oh, dat is echt grappig. Nee. Gelijk een echte. One eternity later. Voilà, we zijn meteen nog altijd in Taiwan aan het wachten. Terwijl ze een beetje aan het editen. Krijgt je het leeg. Een beetje uitrusten waarschijnlijk. Een beetje acclimatiseren en dan op naar het volgende avontuur. Zoals hij goed geduwd en geëdit. Wil je parfum? Ja, een beetje minder stinken. Een beetje minder rot zijn. Ja, whisky dat zou ik ook over mij gieten nu, hè, in deze moment. We gaan hier een parfum kunnen aandoen. Een beetje testen. Nee. Gewoon spuiten, jongen. Als je de lange riekt weer goed. Oh, prachtig. Ik heb weer op straat gekomen. Goed eten. Bon, goed eten. Die een thai of zo? Ja, dat is het.
partijpakken. Dat is het simpelste. Fantastisch. Hi, voor mij, die partij, nummer 5. Yes, en een cola, please. Oké. Voor mij, deze one. And spicy. Okay? Just medium. Medium spicy. With the cola. And the cola. Was hij langer? Op pijze van uw eten? Ideal. Ideal? Voor mij ziet er anders ook niet slecht uit. Geniaal, alle gates hebben hier een thema. Dit is de Hello Kitty Gate. Een paar uur te gaan, we gaan ons matrasje hier op pompen, een beetje maffen. We hebben ook de voetbal, dus top notch. Fijn dat we te weten gekomen zijn dat we eigenlijk gewoon in Taipei hadden kunnen rondwandelen. Maar bon. We hebben goed kunnen werken in Lange, we hebben kei goed kunnen werken, dus dat is wel goed. Oogstje sluit rond, kapot eigenlijk. Ja? Ons ritme is nu 6 of 7 uur 's ochtends. Ja, we hebben eigenlijk nachtje deur gedaan nu. Ja. Okay.